Nou, gaan we even verder met de flitsoefening van 12 maart. Ik moest van Marian snel praten, zegt ze. Maar weinig tijd. Dat ga ik maar doen. Nou, flitsoefening van 12 maart. Vanuit ZV hadden we gezegd, afgesproken dat we gezamenlijk zouden oefenen. Dit was eigenlijk de eerste oefening. En toen we voor de eerste keer bij me kwamen als oefenteam, we hebben gezegd van ja, hoe kunnen we het doen zodat mensen wel bereid zijn om te komen? Hè? Hoe kunnen we zo kort mogelijk zo'n oefening opzetten? En toen hebben we gedacht om op deze manier toch een flitsoefening samen te stellen. Dus zo kort mogelijk, even met een aantal dijkinspecteurs de dijk op, resultaten even met elkaar delen. En een ander team van adviseurs, en die hoeft niet eerst naar de locatie toe te komen, dat kan op afstand, om dan een oordeel te geven. En op die manier hebben we eigenlijk die oefening opgezet. Puur ook opgezet om ja, ook vooral van te leren, ook als oefenteam, zeg maar. Want ja, deze oefening gaan we natuurlijk vaker toepassen. Dus dit was eigenlijk de eerste start. Nou, de doelstelling van de oefening was uiteraard het leren samenwerken als het ZW-team, daar ook afgesproken. En inhoudelijk van elkaar leren. Hè. Hoe pas je nu bepaalde technieken toe? Hoe gaan jullie nu met bepaalde schades om? Hoe inspecteer je? Waar let je op? Wat noteer je wel? Wat noteer je niet? Welke systemen gebruik je? Allemaal een mooie start om in zo'n flitsoefening te doen. Nou, dit is het programma van die flitsoefening. Eerst uiteraard inloop. Even een toelichting van de oefening. Hoe gaan we starten? Wat zijn de regels? En daarna vertrek naar de locatie. En we zijn eerst gestart met inspecteurs met het inspecteren van het dijkvak. En vervolgens die inspectie die is vastgelegd met onze collector-app. Dat is onze app die wij toepassen van Esri. En die gegevens die zijn doorgezonden naar de adviseurs. En die adviseurs die zaten bij in Westerhaven, in het kantoor van Rijkswaterstaat. Hè. Die waren, en Erik, waar zaten jullie? Erik, er zat één team, zat het mooie weg in Arnhem. Het was de bedoeling dat ze allemaal in Westerhaven zouden zitten, omdat we dachten dat dat centraal zou zijn. Maar het was vooral de bedoeling dat je op de plek kon blijven zitten, zodat het weinig mogelijk tijd zou kosten om naar de locatie toe te gaan, om die oefening te draaien. Nou, nadat de teams weer terug waren van de inspectie in Zwolle, hebben we de resultaten besproken. Maar daar zal ik straks wel even wat over vertellen. En vervolgens hebben we ook nog een keer gezamenlijke resultaten besproken. Dus nadat de inspectieteams terug waren, die resultaten zijn beoordeeld door de adviseurs. Adviseurs die hebben een advies uitgeschreven en ook dat advies hebben we ook weer gezamenlijk besproken. Nou, wie waren de MEA's? Inspecteurs waren dat Jaap Bronsveld, Ruud Wijs, Adrie Kraaiveld, Theo Reusna, Wim Cornelissen en Johan Elshoff. En als adviseurs Hans Jansen, Koen Gareveld, Hans Nieuwenhuis, Steven van den Berg, Huyte Detmar, Peter Kraaien, Brink, Erik Belsma, Erik Kuik en André van Hoven van Deltares. Bert Koster, Arno Rozing, Erik Huiskes en Hans Knotten waren de mensen die eigenlijk ook binnen ondersteund heb. Erik heeft met name ook verslaglegging gedaan. En Frank die, en ik hebben eigenlijk het buitengedeelte van de oefening hoofdzakelijk geregeld. Nou, hier zie je dat deze foto's zijn gemaakt tijdens de ontvangst 's ochtends. Nou, dit was de locatie. Dit was bij de fabrieksweg net buiten Zwolle. Hier hadden wij 's ochtends wat schades uitgezet. Een aantal zandmeevoerende wellen. Een lang zeil met een scheurvorm erop op de binnenkruin. En wat daakfoto's, een foto van een graverij van Wilf, een bever. Nou, die hadden we verspreid over het dijkvak uitgezet. En we hadden de teams op drie verschillende plekken gezet. Dus inspectieteams die begonnen niet op dezelfde plek. Eén team begon aan de beide uiteinden, zeg maar. En er begon een team middenin, zodat je dan een klein beetje verdeling had. En dat ze elkaar niet op de lip zaten tijdens de inspecties. En dat de gegevens ook wat gevarieerd binnen zouden komen. Dat was ook wel de bedoeling. Nou, hier zie je de teams aan het werk. Hier zie je zandmeervoerende wellen die we nagemaakt hadden. Daar zie je nog een schade vanuit de storm van 2018. Die boom lag nog, die ligt dicht bij de dijk. Nou, dat is een mooi object om mee te nemen. En ik denk dat daar een wildschade staat, dat weet ik niet helemaal zeker meer. De teams gingen dus 2-on-2 met elkaar van verschillende waterschappen liefst. Dan kun je het beste van elkaar leren. Nou, hier zie je ook nog een stukje van een, waar bij ons altijd veel kwelwater zit. Je ziet ook moeilijk inspecteren is. Die worden keurig meegepakt. Nou, bovenop zie je Erik Huisjes staan met Frank voor uitleg. Nou, waar waren nu de bevindingen eigenlijk van de inspecteurs? Dus eerst wat de inspecteurs even zagen. De groep 1, top 3 van de schadegevallen is dit. De groep 1 zag de beverschade als top, makerskeur en alle zandmeervoerende wellen. Groep 2 zag dat
de microscheur, de bever en de macroscheur. Groep 3, macroscheur, beverschade en alles wat meer voelen willen. Nou, je ziet wel, en ze moesten echt de top 3 aangeven, je ziet toch wel een klein beetje verschil erin zitten. En is het natuurlijk wel zo, als je buiten schade uitlegt en de schade, ja, je legt een poster uit of je legt een zeil uit, je kunt natuurlijk niet alle informatie echt in een zeil kwijt. Ik denk als je een schade in echt zou zien, dat de top 3 meer op elkaar zou lijken. En je hebt natuurlijk niet genoeg informatie, ook inspecteur. Hè? Als je een beverschade hebt en je kent niet genoeg van de dijk zelf, dan kan het maar zo zijn dat je de beverschade hoger beoordeelt. En denkt van ja, misschien is het helemaal zandken, misschien zit hij er helemaal door. Dus je kunt het niet altijd vergelijken in de oefeningssituatie van wat is nu fout en wat is nu goed. Maar er zit wel verschil in, dat was duidelijk. En ik denk dat als we vaak oefenen, dat misschien dat verschil wel minder zou worden. Nou, waar waren nu de algemene bevindingen van adviseurs? In de tabel hieronder hebben we aangegeven wat volgens adviseurs de top was. Nou, daar zie je ook wel weer verschil in. Groep 1, scheur binnenkruin. Groep 2 heeft dat eigenlijk ook op 1 staan. En groep 3 heeft dat op 3 staan. En die vijf weer die zat mee voor de wellen gepakt. Nou, het is natuurlijk een heel kort tijdbestek. Hè? Hoeveel tijd hadden ze? Half uur denk ik, hè? Voordat de laatste informatie binnen was. Adviseurs, Erik, weet je nog hoeveel tijd? Half uurtje, hè? Dacht ik. Dat was. Dus die tijd is natuurlijk ook heel beperkt. Je hebt weinig informatie, je moet een advies maken. En zo kan natuurlijk in echt situatie ook zo zijn. Hè? Zeker als je bij een derde gevraagd wordt, dat je weinig tijd hebt en ze wel graag een advies willen hebben. Maar je ziet toch wel duidelijk verschil in de beoordeling en in wie wat nu het belangrijkste vond. Dus dat is toch wel een dingetje om dat verder te onderzoeken waar het nu aan ligt. Nou, bevinding en oordelen van de responscel. Bert Kosten en Hans Knotten die zaten eigenlijk in de responscel. Anne Rozing ook. En dat was de bedoeling dat adviseurs daar ook vragen konden droppen. Van ik mis van informatie, kun je wat meer informatie geven? Als er wat vragen waren over de waterstanden. Dat konden eigenlijk adviseurs allemaal vragen bij de responscel. Nou, die waren de bevinding van Bert. Iedereen had de macroscheur te pakken. Maar die was denk ik ook bijna niet te missen. Bij de zandmeervoerende wellen variëren locaties in aantallen. Bert geeft ook duidelijk aan dat het belangrijk is dat de inspecteurs goede foto's maken. Dat is natuurlijk zo, als je op afstand je moet wat beoordelen, dan wil je ook graag die informatie kunnen visualiseren. Het is gewoon handig als je ziet wat er werkelijk aan de hand is. Zonder dat je heel veel meetgegevens hoeft te hebben, kun je dan met de foto's toch al best wel veel eruit halen. De volgende opmerking is, wanneer verschillende schades zijn, maak je dan ook aparte meldingen van. Ja, zodat je de schades niet oplust, want misschien vallen ze dan wat weg in het totaal. En de groepen schadebeelden kunnen soms wel samengenomen worden, wellen, maar enkel als de eerste dezelfde eigenschappen hebben. Dus ja, als je zandmeervoerende wellen zegt van ja, ik heb 5 zandmeervoerende wellen en eentje is maar 2 centimeter groot en de ander is 2 meter groot, ja, dan moet je natuurlijk niet bossen. Dan moet je natuurlijk wel apart. Dus per schadebeeld moet je ook kijken naar ja, wat is nu de ernst van zo'n schadebeeld. Nou, vervolgens hebben we in eerste instantie die leerpunten met de inspecteurs even doorgenomen. Nou, wat staat er eigenlijk op nummer 1? Dat is aandacht nodig om andermans app te werken. Nou, Rivierland, de app is op onze manier ingericht. Dus niet op de Rivierland manier. Dat is toch even wennen. En zeker als je maar korte tijd hebt om daarin te komen. Jij zei het volgens mij Wim, hè, dat het eerst lastig is om met die app te werken. En als je er even een tijdje mee werkt, dat het best wel... Best wel, maar ja, het kost toch tijd. En zeker in zo'n korte oefening is die tijd misschien wel even te gering. En misschien kun je het ondervangen door, als je vaker met elkaar gewerkt hebt, dat je dan die systemen ook wat beter kent. Of ja, misschien wat Roald zojuist ook al zei, misschien moet er wel iets meer naar een universele app toe. Maar ik denk dat wel een kracht van samenwerking is, zodat je wat meer dichter bij elkaar zou kunnen komen. Meer aandacht voor het goed in beeld brengen van de schade en de wisselwerking met de adviseurs. Dus wat ik nu eigenlijk wel jammer vond, is dat er niet echt rechtstreeks contact was met adviseurs. Ik had gehoopt dat er wat meer vragen van adviseurs zouden komen. En dat er dus ook wat meer informatie heen en weer zou gaan. Hè. Dan leer je elkaar toch wat beter kennen en je vraagt elkaar ook wat beter uit over de schades. Maar ik denk dat het ook een klein beetje met de opzet van de oefening te maken had. Maar ik denk dat iets wat we volgende keer nog wel wat kunnen verbeteren. In de vreemde omgevingen, vooraf goed duidelijk maken wat van je verwacht wordt. Een voorbeeld daarvan is... inspectiezones aangeven. Hoe ver moet ik inspecteren? Hoe ver wordt van me verwacht dat ik inspecteer? Wat zegt de specialist? Van waar is de verwachting dat nou iets op kan treden? Moet ik zo ver inspecteren of mag ik op 20 meter vanuit de teen inspecteren? Dat zijn best wel belangrijke dingen. Wij als inspecteurs gaan best wel vaak gebieden en we gaan gewoon inspecteren. Maar kun je ook grenzen aangeven voor inspectie? Dat kan helpen natuurlijk.
belangrijkste leerpunten van adviseurs. Dat is ook doorvragen, denk ik. Ik denk dat adviseurs ook moeten leren om toch ook wel echt contact op te nemen met als er een schadegeval is. Van, nou, hey, kun je nog wat bijzonderheden melden over die schade? En wat is er nog meer aan de hand? Hoe ziet de omgeving eruit? Al die zaken meer. Dus ik denk dat het best wel goed is om dat contact op te zoeken. Op afstand werken met elkaar gaat best goed. Echt, Skype ging in dit geval niet goed. Achteraf bleek dat het met onze instelling op kantoor te maken had. Dat niet kon accepteren. Dus normaal gesproken zou Skype wel goed moeten werken, maar in dit geval ging het dus gewoon niet goed. En vraag naar geotechnische gegevens van de kering, het gebied. Bert kan hem misschien wel wat toelichten, maar er kwam weinig vraag over de ondergrondgegevens, geloof ik, of niet? Ja, klopt. Ja. Wat ook staat inderdaad, soms is er uitgegaan van een zanddijk. Ja. Terwijl er gewoon geen sprake van was. Nee. Dus. Ja, het is ook echt gewoon, ja, misschien moet ook wel iets in standaardiseren. Dat je kunt zeggen van, nou, welke vragen moet ik stellen voor een goed, kan ik standaard uitvragen, hè, die geotechnische gegevens. Als wij examens geven met praktijkinspecties, dan verwachten we ook dat inspecteurs bepaalde vragen stellen. Ja, misschien moeten we onszelf ook wel iets maken, dat we daar iets meer standaardisatie kunnen krijgen of dat je gewoon dingen wel meepakt. Want het is jammer als je zulke dingen over het hoofd ziet natuurlijk. En ik denk dat je echt natuurlijk dit wel gaat vragen, tenminste. Ik kan me bijna niet voorstellen. Misschien over de opgeleverde. Kijk, het is een beetje flauw. Ik had het gegeven wel eens apart gezet, maar ik krijg niet geleverd. Ik denk, ik ga kijken of er om wordt gevraagd. Ja. Nee, maar dat bedoel ik ook. Hè. Met oefening heb je denk van, nou, dit is het, hier moet ik het mee doen. Terwijl je best door kunt vragen. Maar in het echt ga je dat gewoon wel doen. Dan ga je gewoon doorvragen van, wat is er, wat hebben jullie? En met oefening denk je van, ja, ik krijg niet meer, dit is het, hier moet ik het mee doen. Dus dat is wat ik wil aangeven. Ja, ja. Dat is ook wel belangrijk als je gaat inspecteren buiten, dat je weet wat voor tijd je hebt. Ja. Dan begint het al. Ja. Klopt. Ja, even het overzicht van het gebied, zeg maar, wat er meer aan de hand kan zijn. Hoe ziet het eruit? Ja, dat klopt. Ja, wij merken dat sowieso als we hoogwaters hebben, dat het zo belangrijk is dat de mensen die binnen die schade behandelen, hè, die adviseurs die naar kijken, dat ze toch wel een totaalbeeld hebben. Dat ze overzicht krijgen, hè, desnoods met droombeelden, hè, dat is natuurlijk in dit geval nog even te ver, maar dat ze gewoon het totaalplaatje krijgen, dat helpt je gewoon enorm met je advies. Ja, klopt. Heel goed, Wim. Zijn er verder nog vragen over de flitsoefening? Die leerpunten moeten we nu wel meenemen voor de volgende oefening. Ja. De volgende flitsoefening. En dan kijken of we het proces steeds kunnen verbeteren. Ja. Ik heb begrepen dat Hans de volgende flitsoefening gaat analyseren. Weet jij waarvan of niet? Ik denk dat Hans Ik weet niet of er dan uitkomt dat één systeem komt, maar ik denk dat het goed is welke systeem. Hè, door met elkaar te werken zie je welke systemen er zijn. En als het misschien komt er duidelijk uit dat één heel goed is, ja, maar dan nog
Ik weet dat mijn systeem waar ik bij de waterschap gewoon heel gevoelig ligt. Er zijn nog waterschappen die alleen maar bepaald systeem hebben. Ja, maar het is toen bijvoorbeeld die ook van de straks is er gewoon een melding. Ja. En moet ergens heen van het EGI. Ja. Hoe gaan we dat doen? Gaan we gewoon. Normaal gesproken is het gewoon een kwestie van je bordje meenemen, je koopgestel, geld nemen en. Nee, ja. Bij VWO Delta hebben we een app gemaakt in het Engels. Een afgeleide van zoals wij werken, en dat is ook op Argus basis. En die zouden we nu voor Noord eerst toe kunnen passen, maar dat is niet gezegd dat dat het systeem wordt. Maar dat is er wel. Voor een time being. Ja, die hebben we wel. Dat is misschien wel handig om dat. We hebben een vertaling gemaakt, omdat je inderdaad als we in Barland ingezet moeten worden, zullen we toch wel graag. Het zal mooi zijn dat we niet meer een klatje doen zoals in Engeland. Ja. Maar gewoon echt om Argus te stemmen. Die kun je ook via het web oproepen. Dus de vraag, de partij, zeg maar, het land of wat dan ook, die kan ook gewoon op de webpagina kan je ook zien waar de schade zit. Dat je misschien heel snel een PDF van kunt draaien. Ja. 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 Maar het is al wel. Ik zag wel een van de doen. Ik zeg dat je per keringbeheerder komt. En met de keringbeheerder mee gaat draaien. Ja. En dan moet je niet je eigen systeem opgaan. Want dan gaat zijn organisatie. Niet leuk vinden. Niet leuk vinden. En dat gaat niet werken om een reden. Nou, daar moet je druk brengen. Maar dan heb je niet ingebed in jouw organisatie. Nee. Elke organisatie wordt dus op een andere manier opgebouwd. Ja. En je bij een ander. Maar hebben ze die allemaal zo'n stijle leerkurve dan? Doel, ze noemen het heel veel Bombardi een app, maar het is gewoon een verzameling invoervelden. Ja. Nou, volgens mij zijn de gegevens bij verschillende waterschappen gewoon anders. Morgen bij de provincialiseren dijkbewaking hebben we het erover gehad dat het wel handig is om wat meer naar dezelfde app toe te gaan. Ja. Maar dat Rijkswaterstaat en alle waterschappen dat op dezelfde manier gaan doen, nou, dat gaat even duren. Die stijle leercurve zal er gewoon niet zijn. Ik denk dat het wel goed is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de app die er daar toevallig dan al is, ook al is dat een simpel ding. En dat het handig is voor jullie als erachter te hebben, en ook als je in het buitenland bent, dat je wel iets hebt waar je het ook zelfstandig mee zou kunnen doen. Dus hebben, maar eerst de instantie is aansluiten bij wat er is daar, ter plekke. Want je loopt altijd mee met iemand van de betreffende keermeerder en als je zelf iets achter de hand hebt, dat is niet verkeerd. Ja, dat klopt. Opgezet voor meldingen. Klopt. Als je die er achter de hand hebt, dan heb je toch heel systematisch en geldt voor als advies voor Nederland, waarom je kunt in ieder geval die structuur volgen. Ja. Is dat dan niet voldoende? Nou ja, ze hebben het ook duidelijk over de app. He, ze willen het ook in digitaal ergens neerleggen. En ja, dat is zeg maar de discussie die wij ook nog wel hebben. Dat is toch organisatie afhankelijk, want onze app hebben we vastgeknoopt in onze hoogwaterapplicatie Vizier. Ja. Dus een hoofddijkpost krijgt ineens een desktopversie van Vizier binnen. Kan een analyse erover uitvoeren, kan het doorsturen naar de WAP-medewerkers. Dus er zit een hele procesflow achter. Ja. En dan kan ik niet van een externe adviseur opeens verwachten dat hij met zijn eigen account schiet. Nee, dus daarom, het is gewoon, ligt gewoon gevoelig. Ik weet gewoon dat het gewoon heel moeilijk is. We zijn al destijds ook begonnen met digi-inspectie. Dat was een heel lang traject en dan werkte iedereen nog zonder de devices. Het was gewoon een computer. Als we zeggen, dat kan vrij makkelijk. Maar dat was dan een heel traject. En toen ging iedereen bij elkaar met zijn eigen app. En ja, ik denk dat we dat gewoon moeten respecteren in die zin. En, ja, als er straks iets heel moois uitkomt en we zijn er gezamenlijk over eens dat we tijdens oefeningen en tijdens calamiteiten die EDF gebruiken, ja, ik vind het prima, maakt mij niet uit. Maar ik deel wel Freddy's mening van de standaard vragenlijst is wel handig, want wij kwamen bij jullie, werd niet gewerkt met de standaard vragenlijst en ik kan me herinneren dat ik met mijn co-loper op het Rijk vond, ik vind het slecht, ik vind het niet slecht. Ja. Maar dan ben je met de standaard vragenlijst, heb je die discussies niet, want we hebben feitelijkheden. Ja. Dus, ja. Ja, daar heb ik nog wel wat vraagtekens bij, maar zoveel de systemen zijn voor- en zijn nadelen. Ja. Wat je merkt is dat we gewoon die verschillende onderdelen van die paraplu zeg maar in elkaar proberen te schuiven. Ja. Hè? Voorheen deden we het helemaal apart en nu constateren dat we het verschillend doen. Hè? Dat is alleen al voordelen, waarom is dat zo? Dit is en nu al, kijken of het in elkaar kunnen zeggen. Dit is al heel nuttig dat je de systemen kent en proberen de mooie dingen eruit te halen. En ja, maar kijken welke kant op gaat, ik kan het gewoon lastig. Het menselijke deel, dit is ver weg, ver uit met top huppeldepup belangrijker dan die stomme apps. Maar dat is helemaal niet interessant. Want het is gewoon een invoerveldje wat gekoppeld is aan een systeem. Maar wat veel belangrijker is, is dat iedereen in deze zaal ergens heen gaat en dat we allemaal zeggen, slecht. En dat dan vervolgens degene aan de andere kant van welke app dan ook weet wat we daarmee bedoelen. Ja. Dat is veel belangrijker. Dat is de standaardisatie waar Jaap ook een beetje over. Dat is het inspectieverhaal ook, dat je met een vaste grid komt tot het niveau.
dat is het allerbelangrijkste. Maar dat is die standaardisatie, dat is waar we het over hebben. Ja, ja. En als we horen dat de statistici weer dat zij zeggen, als je de vinger in kan stoppen, dan is het nog meer tussen de vuisten. Ja, dan moet je hem er houden. Ja. Ja, maar, nee, maar dan... En dan veel beter, ja. Als we daar van alles spreken, dan ben ik het wel mee eens. Maar ja. Zodra de ene vindt, als er een vuist in kan, dan valt er wel mee. En, ja, precies. Of als ze de term gebruikt van, ze zeggen toestand. Dat zegt ook niks. Nee. Maar jij zou dat hele visueel maken van, daar kun je wel misschien wel kopiëren in die kamer, want die zijn er gewoon in. Ja, ik vind die klassificatie van die zombie voel ik wel erg interessant, moet ik zeggen. Maar ja, was ons leven ook wel. Het geeft toch wel heel duidelijk. Ik weet niet of dat bij ons handig is om iedere keer een graad te meten, omdat wij op de wel heel veel onder in de sloot hebben zitten. Ja. Die koelkasten zijn er. Nee, dat was mijn andere punt. Die wordt al besproken, maar jouw verhaal is eigenlijk dat iedereen, de bedoeling van het CFW is dat elkaar kan helpen. Ja. Dus je komt uit een andere waterschap, uit een andere praktijk en je gaat een ander helpen. Wat ik een paar keer hoor, is dat je dus vanuit je eigen praktijkervaring, je eigen referentie de dijk op gaat. En dat je dan misschien vragen heel niet stelt, die je wel zou moeten stellen. En ik hoor te vaak zeggen, ja, maar in de werkelijkheid zou het in de werkelijkheid. Nee, maar het is niet als je naar een ander waterschap toe gaat, dan ga je die vragen wel stellen. Maar met z'n oefening. Is het zo? Ja, ik bedoel, wij hebben die vragen, tenminste, uit mijn eigen ervaring is dat wel zo, ja. En gedrag is gedrag, hè? Dus als je in jouw waterschap gewend bent om iets slecht te noemen. Oh, dat bedoel je, nee. Ik dacht dat je bedoelde. Ja, oké, ik dacht dat je bedoelde de vragen stellen, doorvragen naar informatie. Ik dacht dat je die. Ja, dat kan ook, hè. Dat jij iets zo logisch vindt dat je ziet omdat in jouw praktijk dat helemaal niet eens in jouw praktijk. Ja, dat klopt. Dat jij moet doorvragen omdat dat jij klopt. Iets herkent. En dat maakt me wel op. Bij de zorg niet, maar misschien zou je wel in het trainingsprogramma van verschillende situaties over elkaar voorleven. Dat je er lang van een soort andere referentie. Ja, ik denk dat het juist de kracht is van het ZW, als je in een ander gebied bent en onder andere situaties en dan kijken waar kom je dan naar buiten. En ja, dat is ook juist de deeling van die kennis. Ja, dus maar ook, Peter Vos heeft in het NKWK ook een paar keer genoemd, de gamma-kant, het gedragskant. Ja. Dan moet je ook echt tijd en aandacht gaan besteden. Dus je moet elkaar ook beseffen dat je in je gedrag misschien ook anders moet gaan met de kritisch van zijn. Ja, dat denk ik ook. Scherper moeten zeggen. Ja. Nou, volgens mij is dat heel mooi en ook om dit soort bijeenkomsten daarvoor te gebruiken om elkaar daar ook scherp in te houden, maar ook om dit soort flitsoefeningen te doen. Hè? Want hoe vaak hebben we dat nou gedaan? 2 keer of zo nu. Dus het is ook echt iets wat nog moet gaan bouwen. Precies, en de oefening is er nu ook even, maar begin maar aan en kijk maar, nou, zoals nu heb je ook een aantal leerpunten. En nu hoop je iedere keer om dat ook beter te maken. Iedere keer ga ik dingen van elkaar ervaren van hey, het is wel heel handig hoe de Vierland dat doet, of het is wel handig hoe onze Noord-Kwartier dat doet. En ja, dat is eigenlijk wat ik over doen. Om dat Olympische team te vormen waar jij het laatst over had. Ja, dat is jouw keer. Dat was de wedstrijd. We gaan naar het laatste stukje. Dank.